Goedendag kijkers, het is zaterdag en wij zijn terug met een nieuwe aflevering van ons themaprogramma Zeg het maar. Suriname is aan het normaliseren wat het uitgaansleven betreft. Dat gepaard gaat met shows. Welke shows en waarheen te gaan, zal de heer Dinesh Malhoef van Rani Entertainment zelf aan jullie vertellen. Welkom meneer Malhoef. Geen onbekende binnen onze samenleving. Maar waarom geen onbekende gaan we zo meteen over praten. We willen eerst weten, wie is meneer Dinesh Malhoef? Ja, Dinesh Malhoef, geboren op 27 juni 1962. In een familie, een muzikale familie. Mijn vader was geluidsman, geluidstechnicus, geluidsbedrijf. Een van de eerste geluidsbedrijven van Suriname had hij, Mender Malhoef. En daar zijn we mee opgegroeid, al in de muziekwereld, showbiz. En vandaag de dag zit ik in de showbiz. Mm-hmm. Ik ben zelf een afgestudeerd geluidstechnicus ook, dus gecertificeerde geluidstechnicus. Mm-hmm. En een showpromoter. Ja. En hoe zag je jeugd er eigenlijk uit? Ja, jeugd vrij rustig. Mm-hmm. Met toch heel veel muziek, vanaf kleins af, ben ik opgegroeid met alles wat met muziek te maken had. Vanaf de oudere bandjes als Indian Orchestra, Wina Orchestra, Jacmini Orchestra, noem maar op. Mm-hmm. Dat allemaal hebben we meegekregen tot als jongeman. Ik heb als klein kind het geluk gehad om ook grote artiesten als Kishore Kumar mee te maken hier in Suriname. Omdat mijn vader het geluid deed, mocht ik als jongen van 4, 5 jaar ook mee naar zo'n show. Dus dan hebben we dat ook meegekregen. Nee, toch een aantal grote artiesten toen meegemaakt. Mm-hmm. Zo is onze jeugd een beetje doorgegaan. Oké. Hebben jullie broers, zusters of bent u de enige? Nee, we zijn met 4 broers en 1 zuster. Dus Satie is Manoj Prakash. Prakash is ook een van de bekende geluidsmannen. Manoj is heel bekend hier als geluidsbedrijf, Manoj Sound Service. En dan Satie zit in de bouw. En dan heb ik verder een zus, Shada, die woont in Nederland. We zijn met ons 5. Oké. Wat is je laatstgenotenonderwijs? Dat is het Natin. Dat is het Natin geweest. Ja, middelbaar beroepsonderwijs is Natin. En, ik heb het gelukkig kunnen combineren met carrière als geluidsman. Okay. Want het was heel moeilijk. Vanaf mijn Milo had ik elke weekend eigenlijk veel geluidswerk. En toen ik op het Natin zat, had ik ook heel veel werk op Trinidad. Ik was gemiddeld 1 keer... in de maand, minimaal 1 weekend op Trinidad voor geluidswerkzaamheden. En dat moest ik ook een beetje combineren met school. Mm-hmm. Dus tot het Natin is dat gelukt. En daarna ben ik volledig overgegaan tot het doen van een geluidswerk, dus als geluidstechnicus. Ja. Wat zou je zeggen van dat is het leukste wat ik heb meegemaakt op school? Op school? Ik denk dat ik alleen maar goede herinneringen heb aan school. School heb ik een heel prettige tijd. Mm-hmm. Heel veel prettige tijd. Ik heb bijvoorbeeld te noemen, ik zit op een Milo-school en de directeur is mijn zwager. Mm-hmm. Dus dan kan je niet beter hebben dan dat. Dus, de directeur was mijn zwager. Wauw. Okay. Is mijn zwager. Ja. Die laatste, de heer Baldeo, die is pas overleden. Mm-hmm. En dan ben je toch, als je de directeur je zwager is, dan denk je dat je soms zoveel, weet je, mag nee, doen, maar hem, dat was het niet hoor. Hij was een heel lieve directeur, maar hij was ook heel streng voor ons. Maar goed, dat was een prettige samenwerking, want samen dingen van dat de directeur toch je zwager is. Mm-hmm. Dat was prettig. En de studententijd heb ik toch vrij en prettig ervaren. Oké. Meestal als we naar school gaan, dan hebben we altijd die ene job waarbij we denken van, hé, dat is eigenlijk mijn eerste job geweest.
De eerste centen die ik heb binnengebracht. Al is het 2 gulden waarvoor ik een vlieger heb verkocht. En dan heb ik een lollipop gekocht bijvoorbeeld. Maar het was mijn eerste job. Wat was volgens u uw allereerste job? Ja, mijn allereerste job was... Ik was... Ben ik 12 jaar of 13 jaar? Mijn vader, wat ik eerder zei, had een geluidsbedrijf. Ja. En op zo'n vrijdagavond, zaterdagavond, had je zeker 6 orkesten van, zoals je noemt, zijn orkesten, weet je, orchestras van Suriname die geluid namen bij mijn vader. En in het weekend werd dat allemaal verdeeld met just 2 jongens die gaan met Wina Orchestra mee, 2 gaan met Sohani Orchestra mee of Indian Orchestra, of die 2 gaan met een Subhas Orchestra mee. En zo had je een aantal orchestras die geluid namen. En op een zaterdagavond, toen is de persoon die het geluid moest gaan doen voor Jagmini Orchestra, die is ziek geworden plotseling en die kon niet meer komen. En dan s'avonds zat mijn vader helemaal vast van, hey, wie moet ik daar naartoe sturen? En ik met mijn 12 en mijn 13 jaar zei van, hey, ik wil dat wel gaan doen. Mm-hmm. Maar natuurlijk mag het niet van mijn moeder, officieel niet. Maar het werk zat vast. En toen ben ik wel die avond meegegaan. Is mijn eerste ervaring geweest als geluidsman toen, meegaan met oudere mannen. En dan niet zomaar mannen die op een gegeven moment stomdronken waren. Dus, en ik als jochie van 12, 13 jaar moest dat allemaal meemaken. Maar het is een prettige ervaring geweest in die zin van als geluidsman verantwoordelijkheid op me nemen om dat te mogen doen. En ik kreeg complimenten. Na afloop kwam de bandleider, de heer Hannibal, die tegen mijn vader zeggen van, hey, we willen jouw zoon elke week nu meenemen met ons. En mijn vader zei van, nee, dat gaat niet gebeuren. Dus, maar goed, daar is het begonnen. En daardoor, ik heb niet officieel mijn eerste centje daar niet verdiend, maar ik heb wel toen gevraagd van, hey, ik wil een gimpie hebben. Ja. Dus dat ik mijn eerste Puma gimpie kreeg ik daardoor. Ja. Had ik verdiend eigenlijk op zo'n zaterdagavond. Ja, toch. Want waarom ik die vraag altijd stel, is altijd leuk om gewoon terug te blikken naar waar begonnen en waar je vandaag staat. Toch? Ja. Het komen bij het shows draaien. Rani Entertainment staat onder de naam van u. Het shows draaien en gewoon de Surinaamse samenleving laten genieten van leuk entertainment. Waarom eigenlijk die stap? Ik heb, dus het show organiseren is een beetje begonnen als een hobby. Het is gewoon plotseling me opgewonden. Ik zat echt in 1982 moet het geweest zijn. Op 83 was ik in Nederland met mijn moeder. En toen waren we op een nota, op een feestje. Hoorde ik daar Nadim Khan zingen. Nadim Khan voor het eerst op een nota. Dus hij speelde in de song in de band Pandero. En die speelde daar. En ik vond hem zo mooi zingen en ik dacht van, hey, zo'n zanger, zomaar hoor, zou ik graag naar Suriname willen meenemen. En ik heb toen via de heer Viesgaard, waar ik toen zijn, contact gekregen met hen en de Diemgaan. En toen is het idee ontstaan om Mastana Orkestra, die bestond toen ook niet meer, maar toch om de Diemgaan met een deel van Mastana muzikanten, als Sheriff, waar ik toen zijn, en Viesgaan, dus om 3 muzikanten mee te nemen samen met Nadim Khan naar Suriname. Van het een kwam het ander. We hebben op een gegeven moment in een week tijd toen de hele Mastana weer bij elkaar gehaald. Een reunie van Mastana als het ware. Om eenmalig toch weer bij elkaar te komen mee te gaan naar Suriname. En zo is het begonnen. En op een gegeven moment had ik 15 man uit Nederland hier in Suriname. In een tijd waar er een coup is gepleegd. Waar er geen radio en tv-stations waren. Er was maar 1 radiostation, dat was SRS, waar je een uur per dag Hindustaans programma op had van Ruben Jiten. En je had STVS, that's it. Ja. Voor de rest was het niet. Dus ik kon dan die ene uur op SRS een beetje promo maken. En STVS, gewoon 1 of 2 spotjes maken om mensen te laten, we hadden flyers toen. En, toen zijn eigenlijk officieel flyers geïntroduceerd in Suriname. Maken van flyers en gaan verdelen. Dus we stonden echt op de markt flyers te verdelen, overal Leiden en noem maar op.
En wij hadden van die horens, weet je, soundtrucks. Wat ze bij de verkiezingstijd gebruiken. We hebben twee van die auto's ingezet om Leiden, Quarta, Parapas, alles. Daarmee ging we promoten. Van de Stana Orchestra met Nadim Khan en met Michel Lechpen. En Shahid was er toen niet, Shahid was als drummer meegekomen toen. Mm-hmm. Dus maar we gingen eigenlijk die twee zangers meer promoten, Michel Lechpen en Nadim Khan. En daar is toen mijn eerste show begonnen, officieel, mm-hmm. hier in Suriname. Maar dat was onder AND Promotion. Ik heb het samen met een neef van mij, Ashok, hebben we dat gedaan. En toen noemde ik mijn organisatie AND Promotions, Ashok en Dinesh Malu. En met AND Promotion heb ik 25 jaar gedraaid. En op de 25ste jaar, in het 25ste jaar, hebben wij toen officieel met Kumar Sanu het tijdperk AND Promotion afgesloten. En daar Rani Entertainment in zijn. En Rani Entertainment is... Eigenlijk heb ik opgericht voor mijn twee kinderen. Mm-hmm. Ra is van Rajiv en Ni is van Nirukta. Mm-hmm. Dus het is Rani Entertainment en vanaf toen werd het een familiebedrijf. De kinderen kwamen in het bedrijf en zij gingen dan heel veel verder doen met Rani Entertainment. En... Als we praten over shows, welke shows heeft u allemaal georganiseerd? Ja, de highlights. De highlights. Voor mij is het nog steeds de ultieme show. Dat is mijn eerste ervaring toen geweest met Stana met Nadim. Mm-hmm. En daarna heb ik met Nadim gaan tig aantal keren naar Suriname gehad. Er is één artiest ook die altijd recordhouder is in Suriname in het uitverkocht maken van shows. Mm-hmm. Van shows. Nadim Khan heeft jaren, zolang hij leefde, is hij elke keer naar Suriname gehaald en uitverkochte shows gehad. Mm. En er is tot nu toe geen één ander artiest gelukt om zoveel aantal shows hier in Suriname te geven. Of, weet je, constant uitverkocht. Meestal mm-hmm. krijg je eentje. We zijn begonnen in Amersfoorthal bijvoorbeeld met Nadim Khan voor 3000 mensen en daarna weer verhuisd naar Nis voor 5000 mensen. Begon en met één, Nadim Khan. Op het moment dat ik bekend maakte, de Pakistani guy is back in town en je wilde niet geloven, je eerste show is binnen een week uitverkocht. Zoveel fans hadden in de diep gaan in Suriname. En we hadden altijd één show en daarna een dansavond of mm-hmm. in de district een beetje in, altijd die Kiri en soms andere districten gingen we ook pakken. Maar voor mij is dat meest, weet je, pakkend. Dat ik toen ik daarmee ben begonnen, mm-hmm. uitdagend. Daar heb je veel ervaring op gedaan. Maar daarna kwam er heel veel shows. We hebben Ashok Harry toen gehad, dus dan praten mm-hmm. we een beetje met de B-artiesten, wat mm-hmm. bij Bandiki Patek en Ashok Harry. En toen kwam Soberidam. En natuurlijk, onze eerste, allergrootste productie was Kumar Sanu, mm-hmm. brengen naar Suriname, toen met zijn Ashiki. Pas mm-hmm. gekomen als je die hit en Kumar Sanu voor een vrijdagavondshow hier in Nis en zaterdag op 3 uur. En daar is er iets gebeurd toen met Kumar Sanu, vrijdagavondshow. En dat heb ik nog daarna nooit meer meegemaakt. Een vrijdagavondshow in Nis, 5000 kaarten binnen no time uitverkocht. En je krijgt dagelijks, dat praat ik over, je bent nog 3 weken verwijderd van de show en dan ben je uitverkocht. Mm-hmm. En dan krijg je dagelijks nog honderden telefoontjes. Dus je kan op een gegeven moment even die pijlen van hoeveel mensen zijn het. Zijn er wel genoeg mensen om een tweede keer een zaal te vullen? Maar wanneer moet ik een tweede keer vullen? Want de zaterdag, die ga ik... vertrekt hij. Natuurlijk dat. Yeah. Dus, wat heb ik toen gedaan? Ik heb toen de donderdag gepakt. Ik heb de donderdagavond gepakt en zei ik, we gaan een tweede show van Kumar Sanu op de donderdag zetten. Mm-hmm. En op het moment dat ik daarmee de promotie kwam, toen kreeg ik een gedonder met de mensen die voor de vrijdag gekaart hadden. Die zeiden, die denken van, zij gaan naar de show van Kumar Sanu. Yeah. Maar nu plotseling hebben zij kaarten gekocht voor de tweede show van Kumar Sanu. Dus ik heb gezegd, oké, voordat ik mijn kaarten begin te verkopen van donderdag, stel ik en ieder van vrijdag in de gelegenheid om een kaart eerst om te ruilen aan de donderdag. Ruil je kaart eerst, want die mensen kregen als eerste de gelegenheid. Want
je wil dan de première zien. Ja. Dus ongeveer de helft van de mensen, 2.500 ongeveer, hebben hun kaarten ingeruild. Die hebben dus dan de kaart van donderdag gekregen. En de rest, zo heb ik dan weer kaarten voor donderdag en vrijdag gekocht. En die waren ook in een week uitverkocht. En dan heb ik nog twee weken te gaan. God, en dan zijn die weer uitverkocht. En dan denk je van, oké, er zijn die 10.000 mensen in Suriname die aan een kaart hebben. Dat is de limit. Mm-hmm. Maar toen kwamen op een gegeven moment de handelaren, de grote mannen, die altijd wachten tot het laatste moment. En die bellen nu af van, hé, hey, ik heb geen kaart. En ik dacht van, hé, hoe hebben jullie geen kaart? Wie zijn die 10.000 mensen die kaart hebben gekocht? Want nu, dat bedoel ik de Sindhi's, die hier die handelaren, weet je, dus die hier in Suriname zijn en de grote jongens die winkels, bedrijven hadden. Dus die zaten achter de baan van, ja, maar we hebben geen kaart. Maar ik kon geen kaart meer kopen. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb de woensdagavond een soort welkomstreceptie georganiseerd. Oh shit. En dat heb ik met Rarika gedaan. En dat omdat ik zag dat het echt de mensen die nog geen kaarten hadden, die zouden echt een $100 betalen. Dus ik dacht, ik ga risico nemen. Er kunnen 500 mensen in de banketzaal van Torarica. Ik heb met Torarica afspraak gemaakt, want Kumasano zou sowieso daar logeren. En toen hebben ze gezegd, ja, laten we proberen met een soort receptie. Weet je, welkomstreceptie. En voor misschien 200 mensen komen of 300 mensen, we zien wel, maar ze gaan $100 betalen met eten. En het leuke gebeurde, alle 500 kaarten ook daar verkocht. Dus, Kumasano, dat was echt een abnormaal wat we in Suriname toen hebben meegemaakt. Van vrijdag tot donderdag en donderdag. De woensdag gewoon 3 shows op rij en op 3 gelijk zaterdag en zondag. Poor man. En het was ook de eerste keer dat officieel zo'n groot artiest uit India met Surinaamse artiest had opgenomen. Mm-hmm. Surinaamse muzikant. Want daarvoor zou je het niet durven om te zeggen aan een Kishore Kumar of aan een noem maar op, een Mohammed Rafi. Mm-hmm. Van ja, kom maar Suriname, je gaat met Surinaamse artiesten optreden. Dus maar Kumar Sanu was toen mee akkoord gegaan en we hebben toen de National Indian Orchestra van Suriname opgezet. Mm-hmm. En die hebben alle 5 shows van Kumar Sanu begeleid met muzikanten ook uit Nederland. Heb ik gehad, ik had de sheriff wat ik zei uit Nederland en ik had hier een tof team van de muzikanten bij elkaar gezet. De leider van Mende Rekou. Mm-hmm. Die hebben dus een pracht van een show neergezet met Kumasano. Die was heel tevreden. Vanaf dat moment was de trend gezet dat Indiase artiesten niet meer bang waren om af te reizen naar Suriname. Om dingen op te zeggen van ja, we treden op lokale artiesten of met een Surinaamse muzikant. Mm-hmm. Ik had een CV. Ik kon die mensen laten zien en horen van kijk wat onze Surinaamse jongens toch kunnen neerzetten. En zo is het doorgegaan dat er toch andere grote Indiase artiesten bereid waren om alleen naar Suriname te komen met de zangeres te komen. Ja, met de rider, ja. Oké. Op zaterdag 11 juni heeft u een show na eigenlijk 3 jaren geen shows te hebben. En nu bent u weer op de planken. Te komen op het eerste vraag van mij, voor we ingaan op 11 juni. Hoe heeft COVID jullie geslagen? Want 1, er was geen ondersteuning van ergens. Het was gewoon entertainment band voor die jaren dat er eigenlijk COVID is. Mag niet georganiseerd worden. Of in kleine dingetjes mag het dan wel. Hoe heeft het eigenlijk jullie geslagen als entertainmentbedrijf? Zwaar. Heel zwaar. Kijk, op een gegeven moment komt COVID, Alles wordt stopgezet. Je hebt geen idee hoe lang dit gaat duren. Dus want je denkt van in de strategie, maar je merkt het misschien voor een maandje. Ja, ja. Maar dat werkt wel van 1 maand tot 3 maanden en dan 6 maanden. En het en bedrijf gaat dicht. Geen geluidsverhuur, geen entertainment. En je zit thuis. Oké, de mensen maken een comité hier in Suriname om organisatie, om dan ondersteuning te gaan vragen aan de regering. Ik begreep wel dat het moeilijk zou gaan met de situatie in het land. Dus, maar goed, de hoop was er dat er een ondersteuning zou moeten komen voor de showorganisatoren. En dat is jammer genoeg nooit gekomen. Klopt. En ik heb laatst nog een verzoek gedaan aan de president in een brief. Om als tegemoetkoming dan hoe alles nu open is, geef voor 6 maanden of voor
een bepaalde periode dat de belastingen even vrij. Mm-hmm. Al die vermakelijkheidsbelasting en die artiestenbelasting even weg voor 6 maanden, 7 maanden. En dat is dan in dan een tegemoetkoming aan de showpromoters om dat op te zetten. Yeah. En helaas heb ik geen antwoord op mijn brief gehad, toch? En ja, we zijn maar weer begonnen. Kijken hoe ver we komen. Dus dat zou een goede tegemoetkoming kunnen zijn vanuit de regering. En als ondersteuning aan de showorganisatoren. Maar helaas is dat niet gebeurd. En we starten nu weer op, wat je zei, 11 juli. En dan laten we even met een niet te grote programma, een klein programma. Ik zou het graag in mis willen doen voor de gemeenschap, mm-hmm. de gemeenschap. Maar toen ik mis zag, na 2 jaar was het zo dicht en alles. En dus plafonddelen, die kwamen naar beneden en isolatie. Dus ik vond het een beetje riskant om te zeggen van ik ga het toch daar doen. Mm-hmm. Zitplaatsen, want ik heb echt zitplaatsen nodig. En er zijn heel veel van die zitplaatsen die bestaan er niet meer. Die zijn allemaal verrot. En de renovatie zou niet zo snel kunnen gebeuren. Dus toen ben ik uit gaan kijken naar andere locaties. En ik heb met een aantal locaties een beetje lopen praten en kijken, wikken, wegen. Totdat ik ben beland bij Azuria Event Center, waar er ongeveer 700 mensen in de zaal kunnen gaan. En de indeling die wij hebben gemaakt met stoelen en dan wat tafels, komen we op max 600. Mm-hmm. Ook al denk ik dat we die 600 mensen op 11 juli krijgen. Lata Mangeshkar, de grote Indiase legendarische zangeres, die is in februari overleden. Dus ik dacht, het zal een goed moment zijn om dan aan Sradhanjali een tribuut te doen aan haar. En toen kwam er plotseling bericht van Papillari, grote muziekdirecteur, die is ook overleden. Dus ik dacht, weet je wat, ik trek ze gewoon bij elkaar. Dus ik doe een naam die dan dat aan een rustig gedeelte en een tweede gedeelte. Papillari en het tribuut. En daarvoor heb ik Papillari Bahadur en Nederland en Shita Kumar bereid gevonden om af te reizen naar Suriname om mee te werken aan het project. Ik heb nog een gastzanger uit Nederland die in die periode hier toevallig zou moeten zijn voor wat werkzaamheden, dat is een heel paraag die ook meedoet. En ik heb altijd wat Rani Entertainment heeft gedaan en Ali Promotion, we hebben altijd onze lokale artiesten altijd een platform willen geven. Ja, nooit uitgesloten, ja. En dat heb ik vanaf het begin gedaan en dat hebben we nu ook. Mm-hmm. Heb ik een aantal lokale artiesten als Faris Basati, Pravesh Mathura, Ilham Ahmad Ali, Priyanka Parohi en Viraisha en Sukhlal. Dat heb ik gevraagd, dat is een nieuw talent. Dus ik heb gevraagd van kom als gast ook meedoen. En dus dat gaan we proberen voor 11 juni een mooi, heel mooi concert neer te zetten. En het auditorium is een prachtig auditorium. Het is echt uniek. En ik denk dat met het zo'n eerste Hindoestaanse concert daar we wel iets heel moois gaan neerzetten daar op 11 juni. Ja. En wat zijn de kaarten? Waar kan men heen voor de kaarten? Of moet men bellen om te reserveren? De kaarten zijn vanaf 250 SRD, dat is voor de tribune. En voor wat VIP-stoelen. Mensen bellen eigenlijk voor VIP-tafels. Ik ben geen voorstander van VIP-tafels in een show. Als je in een luistershow VIP-tafels zet vanaf rij 1 te dingen, is dat storend voor de artiest. Dat mensen constant drinken en eten voor hun neus en dat er obers lopen. Mensen die mijn organisatie kennen, Rani Entertainment, die weten, ik zet tafels wel, maar ik zet tafels altijd achterin. Mm-hmm. Ik zet nooit tafels voorin. Voorin heb ik altijd VIP-stoelen. Mm-hmm. En daarachter komen tafels. Dus achterin, als de obers lopen, dan storen ze niemand. Klopt. Weet je, dus dat is iets wat ik altijd heb gedaan. En bij dit project heb ik ook heb ik voorkeur dat wij alleen maar stoelen gaan verkopen. Pas als er mensen, er zijn een paar aantal mensen die bellen, ja, ik wil een VIP-tafel, zeg maar waarom wil u een VIP-tafel? Mm-hmm. Weet je, dus gaat u drinken, gaat u eten, noem maar op. Dus, weet je, maar het is een concert, het is een Sarlandi concert. En ik wil niet dat mensen daar uitbundig gaan zitten eten drinken. Het zal er wel een mooi concert naar gaan dus. Vandaar dat we dus hebben gezegd, we zetten 4 VIP-stoelen. De eerste 3 rijen zijn 4 VIP-stoelen. Het wordt echt, er zijn mensen die bellen, maar ik wil eerst de rij zitten.
De eerste rij wordt 4, hij reserveert op de tweede, op de derde. En dan naar rij 4 tot rij 10 hebben we dan VIP-stoelen plaats. En de aanvragen die binnenkomen voor VIP-tafels, zeg ik hem duidelijk. U kunt een VIP-tafel van ons krijgen, maar die krijgt u achter de rij 10. Daar komen dan die VIP-tafels. En zo hebben we het geregeld. En voor de informatie kunnen ze dus gewoon naar de tegelmeester bellen en in Hotel de Luifel. En de attentie is dat de nummers zijn allemaal bekend, maar ik kan het ook even doorgeven dat de tegelmeester 44-1704 en Luifel 439-933. En dus of ze kunnen mij op mijn app bellen, 853-2828, als ze willen reserveren. Het gaat goed, het gaat hard. Ik ben in de tribune. Als het goed is, binnen 1 of 2 dagen zitten we vol. Er zijn maar 200 tribune, een mooie tribune van boven. Die is al voor 3/4 al in de verkocht nu. Die denken we dat die binnen een paar dagen straks vol is. En, dan, en die VIP hopen we ook vol te krijgen. Dus we kunnen het met een volle bak zetten. Het is een Saldanzi concert. Er is op dit moment ook een gesprek gaande met Siska Rama voor dans. Dat er ook toch een beetje dans erin bij kunnen doen. En ik heb gezegd, goed, ik heb een paar nummers uit het repertoire. Geef het iets maar hieruit. En zo te zien zullen er zeker 4 of 5 dansnummers zijn. Passende nummers, vooral in het gedeelte van Wat Wille Herrie. Gaan we wat pittige nummers bij, want hij was bekend om zijn disco-achtige nummers. Klopt. Maar het eerste gedeelte breiden we puur aan de Tamagishka. Klassieke, ja. En dat wordt een ook prachtige, ook daar zal er 1 of 2 dansnummers in hangen. En als ik me niet vergis, dan zit jij ook dan als danseres erbij. Dus, ja. Dus dat is het programma voor van 11 juni. Oké. En als laatste waarom ik dit programma eigenlijk doe, is om de jongeren te motiveren. 1, kijk waar u bent begonnen en kijk waar u vandaag bent. U heeft het niet makkelijk gehad, want u bent niet de enige in deze entertainment business, maar er zijn meerdere. Maar u heeft de hoop nooit opgegeven. Als er 1 show is die hetzelfde doet als mij, kom ik beter uit de bus. Voor de jongeren, heeft u een boodschap naar hun toe? Ik denk dat, ik de boodschap van de jongeren moet gaan opvolgen. Want als ik zie wat de jongeren allemaal nu doen, als ik kijk naar mijn zoon bijvoorbeeld in de entertainmentwereld, dat wat ik in 40 jaar volgens mij niet heb bereikt, heeft die man in van een paar jaar is er meer. Hun bereik is veel meer, ja. De digitale wereld is opengegaan en alles is... In mijn ogen, in mijn opmerking, als ik vergelijk met 30, 40 jaar geleden, is alles zo makkelijker geworden eigenlijk, het bereik. Maar goed, zij hebben hun eigen technieken, hun eigen kennis. En ik kan het alleen maar goedkeuren. Ik ben zo blij met, als ik zie de opmars van jonge organisatoren, jonge artiesten, hoe zij hun programma organiseren en op welke manier zij dat doen, dan is het echt een... Voor mij ben ik als trots zijn vader sowieso, maar als trots die schouders, die brede schouders. Als trots ouderen, om te zien van hoe de jongeren zich profileren. En het is heel goed. En ik zeg, ga zo door. Ze hebben hun eigen manier van organiseren en het is prima. Dus het gaat al goed. Dus ze zitten echt niet op mijn advies te wachten. Nou, dankjewel voor je advies en in de belichting zeg het maar. Wil u een klein geschenkje geven en hopen u ermee kunt genieten. Alsjeblieft. Dankjewel. You're welcome. U mag het open doen. Dat is het programma. Zeg het maar. Zeg het maar. Yes. Thank you. Dankjewel. En heel veel succes voor 11 juni. Dat gaan we vanaf morgen ook gebruiken. Dankjewel voor de tijd hier en voor de moeite. En een aangename interview geweest. Dank u. Kijkers en luisteraars, wij zijn aan het eind gekomen van ons TVN-programma Zeg Het Maar. Jullie hebben het allemaal van Dinesh Mal mogen horen welke show hij op zaterdag 11 juni heeft na het openstellen van de COVID-maatregelen. Ik zal zeggen, koop je kaartje op tijd en heb een gezellige avondje. Mijn naam is Shanita Wagwandin, jullie presentatrice geweest voor deze aflevering en ik zie jullie tot de volgende keer.